mensen kijken elke dag wel een paar keer naar de politieagent. Maar deze meneer deed het op zo'n aparte andere manier dat ik daardoor getriggerd werd. Ik dacht, hé, dit is anders. Wat is hier aan de hand? Hij was op dat moment aan het kijken naar plekken waarbij ik me de vraag stelde. Waarom kijk je daarnaar? Wat is daar te zien dan? Wat ben je aan het doen? Vrijdag 31 augustus vorig jaar. Agent Roel en zijn collega's werken op het Centraal Station. Ze zijn getraind om verdachte situaties te herkennen. Ik sta met eten in mijn hand, maar dan moet even iemand gecontroleerd worden. Ja, half was voor 50. Het half jaar daarvoor hebben wij oefeningen gehad in het Centraal Station tijdens de nachtelijke uren, omdat dan een deel van het station gesloten is. En daar hebben we geprobeerd zo realistisch mogelijk te trainen. Speciaal voor dit soort scenario's. Alleen tijdens de oefening was dit iemand dan met een bijl en in dit geval was het iemand met een mes. Die vrijdag rond 11:15 in de ochtend arriveert de internationale trein uit Duitsland. Waar de meeste reizigers de stad intrekken of verder reizen, is er één passagier die op het Centraal Station blijft hangen. Het is deze man, Jawed S., 19 jaar oud en geboren in Afghanistan. Hij is boos over de cartoonwedstrijd van Geert Wilders. Jawed vindt dat zijn profeet Mohammed wordt beledigd. De man loopt doelloos rond in het station, zeker 40 minuten. Rond het middaguur begeeft hij zich in de Westtunnel. Op dat moment krijgt agent Roel hem in het vizier. Mensen met afwijkend gedrag, die vinden wij heel erg interessant. Omdat je weet niet wat het kan zijn. Dus ik heb op dat moment besloten om er een politiekoppel bij te halen. Sportofonisch om versterking gevraagd. Ik heb een politiekoppel die me kan helpen in de Westhal. Zicht gehouden op die persoon. Ik merkte dat dat kennelijk hem ook triggerde om nog meer afwijkend gedrag te gaan vertonen. Kijken naar plekken waar niks te zien staat, dralen. Hij loopt nu langzaam richting de Eihal. Ik kom wel even jouw kant op. Ja, nadat we wisten waar we heen moesten, hoe diegene eruit zag, zijn we die kant opgelopen. En voordat we er waren, ontstond de paniek bij de informatiebalie. En ik zie hem om zich heen steken. Eén verdachte begon in te steken op mensen. Op één gewonde, twee gewonde. Toen was er ook een hoop tumult en gegil. En toen dacht ik echt godverdomme, niet in mijn station. Naar mijn beleving rende die ook achter iemand aan. Dus mijn interpretatie van dat geheel was dat hij op jacht was om nog meer slachtoffers te maken. Dus voor mij was hij op dat moment een dreiging die uitgeschakeld moest worden. Dus op dat moment trek ik mijn vuurwapen en zet ik mijn vuurwapen op hem. En ik schreeuw heel hard politie, laat vallen dat wapen of ik schiet. Ja, ik weet dat ik de vinger aan de trekker had, maar net niet heb overgehaald. En eigenlijk op dat moment hoor ik een schot en zie ik hem neergaan. Geschoten in de Westtunnel! Eén verdachte neer! Verdachte leeft nog, twee vuurlijnen op de verdachte. Heb ik mijn vuurwapen erop gericht gehouden, gekeken naar zijn handen. Of ik geen ontstekers zag of draden. Want dat is natuurlijk onze grootste angst, dat hij een bom bij zich heeft of iets dergelijks. Op het moment dat ik hem zag, ging voor mij alles in de vertraging. Net als in de science fiction film The Matrix, alles ging in de vertraging. En ik heb me laten uitleggen dat dat komt dat door je stress je hersens twee keer zoveel informatie opslaan als in een normale situatie. Dus waarschijnlijk heb ik daardoor ook geen herinneringen meer van wat ik nou gezien heb achter die infobalie. Wie neemt mijn vuurlijn over, jongens? 7310, ik wil weten, waar is het slachtoffer geraakt? En ik wil ook direct zo snel mogelijk weten hoeveel slachtoffers er zijn. Ja, Ozee, sorry. Ik ben zelf degene die geschoten heeft, dus ik moet even uit het incident stappen nu. Het is Roel die Jawed uiteindelijk neerschiet. Toch kan hij niet meteen de trekker overhalen. Toen ik mijn vuurwapen trok, hem op de verdachte zette en hem volgde, zag ik zwart. En ik wist, daar zit de Starbucks.
En die zat op dat moment helemaal vol. En als ik nou zou schieten en ik zou missen, ja, dan is de kans heel erg groot dat ik een onschuldig persoon zou raken. Dus dat wilde ik ten alle tijde voorkomen. Dus ik had geen andere keus dan hem te volgen totdat ik een schot kon plaatsen. En op dat moment zie ik dat hij aftekent tegen iets lichts. En ik realiseer me dat dat steen is. En later heb ik teruggekeken en in de Westhal zijn er pilaren, die zijn licht gekleurd inderdaad. Dus kennelijk tekende die af tegen een pilaar. En toen dacht ik, ja, dit kan dus wel. En toen heb ik een schot gelost. Geen effect. Toen heb ik nog een schot gelost. En toen viel die om. Op het moment dat hij neerging, heb ik nog een paar passen gedaan. En ja, je hebt die foto misschien gezien. Ik sta denk ik op 2 meter van hem af. Dat ik ook dacht van ja, heeft hij een bomgordel? Heeft hij iets van een ontstekingsmechanisme in zijn handen? Want als dat zo is, dan moet ik hem toch uitschakelen en door zijn hoofd heen schieten. En dan vooral de kleine hersenen, dus dat driehoekje bij je ogen en je neus. We gaan uit van een terreurdaad. Voor iedereen, we gaan uit van een terreurdaad. Houd daar dus rekening mee. Het valt Roel en zijn collega Thijs op dat de zojuist neergeschoten verdachte een beweging maakt met zijn handen. Toen hij op de grond lag, zag ik wel dat hij zijn handen ging samenvouwen en iets ging brabbelen. Het leek er mij op alsof hij aan het bidden was. Ik weet dat hij zijn handen aan het vouwen was, of dat probeerde hij. Ja, natuurlijk ook enorm veel pijn. En ik weet ook nog dat hij Arabische woorden aan het prevelen was. Dat waren wel triggers voor mij waar ik vrij snel daarna ook wel het idee had van... We hebben hier met een terreuraanslag te maken en niet met zomaar een verward iemand die mensen neersteekt. De pas van de verdachte is nagekeken door de teffer. Daar is geen gevaar. Wel het verzoek om digitale recherche ter plaatse te laten komen voor het veiligstellen van de telefoon. Terwijl zijn twee collega's zich op de verdachte focussen, weet agent Sam het mes weg te schoppen. Hij draagt, in tegenstelling tot zijn collega's, geen vuurwapen, omdat hij pas net bij de politie werkt. Achteraf realiseert hij zich hoe kwetsbaar die op dat moment is. Ja, toen had ik wel een gevoel van angst. Dat ik zelf geen vuurwapen draag. Het enige wat ik bij me heb is pepperspray en een wapenstok. Ja, het is voor mij op dat moment mezelf in veiligheid brengen en doen wat ik wel kan doen. De ongewapende agent ontfermt zich meteen over de slachtoffers. De verdachte heeft 2 mensen neergestoken en 1 van hen is er slecht aan toe. 2 gewonden, 1 man onder rug gestoken, voelt zijn benen niet meer. Andere persoon in arm gestoken, veel bloed. De vrouw van slachtoffer had nog wel paniek. Maar slachtoffer zelf was vrij kalm. Hij vroeg zich een beetje af wat er gebeurd was, waar de dader was. Die was, ondanks dat hij zijn onderlichaam niet meer kon bewegen, was hij wel heel rustig. Toen die situatie zo was dat hij veilig was, heb ik volgens eerste hulp verleend op de verdachte. Die was namelijk geraakt in zijn onderlichaam. Dus heb ik samen met een te plaats gekomen collega hebben ook een verband aangebracht. En vervolgens kwamen de ambulancediensten en die hebben dat voor me overgenomen. Een deel van het Centraal Station wordt binnen de kortste keren ontruimd. Reizigers worden geëvacueerd en de slachtoffers worden naar het ziekenhuis vervoerd. Het blijkt te gaan om 2 Amerikaanse toeristen die met hun gezinnen op doorreis waren naar een bruiloft in Duitsland. Op uitnodiging van de slachtoffers gaan de 3 agenten een paar dagen later bij hen op bezoek in het ziekenhuis. Dat is een emotioneel moment voor ons allemaal, denk ik. Ook omdat de slachtoffers zo dankbaar waren en ze bleven ook herhalen dat ze een soort tweede kans hadden gekregen op het leven. Dus ze stonden er eigenlijk heel erg positief in. Je zou kunnen denken van wat is me overkomen en ik was er gewoon bijna geweest en dat ze dan toch wel in de put zouden zitten. Maar ook de familie, die was heel erg dankbaar ook naar ons optreden. Ja, toen had ik heel eventjes een momentje dat bij mij eventjes een stukje twijfel binnenkwam. Want ik was toch degene die hem had opgedaan in eerste instantie. En uiteindelijk zijn er toch 2 mensen gewond geraakt. Dus ik heb heel eventjes toch eens door mijn gedachten gegaan van... had ik dit niet anders kunnen doen en voelde ik me schuldig. Ja, dus ik heb daar ook wel heel eventjes staan huilen. Ik heb het ook gewoon gezegd.
En ik vond het heel fijn om te horen op dat moment dat ze me niks kwalijk namen. En dat ze vonden dat we ons best hadden gedaan. Dus dat had ik wel even nodig. Direct na de aanslag worden 200 tot 300 politiemensen ingezet. Niet alleen rondom CS of het onderzoek, maar ook om andere drukke plekken in de stad in de gaten te houden. De Zulu die vliegt even preventief de locaties waar een hoop mensen zijn af in Amsterdam over. Ja, hier de 1091 als één van hun leidinggevenden zich meldt bij mij te plaatsen. En ik sta voor de lint bij de hoofdingang van de Westbuis. Dan ga ik met hem een plan maken, want ik wil zoveel mogelijk politiemensen, bewapende politiemensen bij mij hebben. En ter beschikking als ik ze nodig heb. Al snel wordt duidelijk dat Jawed S. alleen heeft gehandeld. Hij blijkt naar Nederland te zijn afgereisd om willekeurige slachtoffers te maken. Uit wraak voor de cartoonwedstrijd. In zijn woning wordt een testament gevonden, waaruit blijkt dat hij er rekening mee hield de aanslag niet te overleven. Later ga je wel nadenken van, wat als? Wat als hij wel een bomgordel om had? En ja, dan had ik hier ook niet gezeten wellicht. Dus ik denk dat achteraf ervaar ik het wel als een hele bedreigende situatie waarin we met z'n allen gestaan hebben. Ja, je wordt er wel even bij bepaald. Het werk wat je doet. Waar je voor staat, de risico's waar je mee te maken kan krijgen. Aan de andere kant dus heb ik ook wel een zeker gevoel van trots dat we dit zo hebben kunnen doen. Ondanks dat er toch 2 slachtoffers zijn gevallen, hebben we wel erg kunnen voorkomen. En dat geeft mij ook wel een gevoel van, dat het zin heeft dat ik bij de politie ben gegaan. Dat ik ervoor heb kunnen staan voor de veiligheid van onze stad. Ja, dit was het verhaal van de 3 agenten op het Centraal Station. Ben je nou benieuwd wat er achter de schermen zich allemaal afspeelde? Klik dan op deze video. Daarin vertellen onder andere burgemeester Halsema en oud-hoofdcommissaris Albersberg welke beslissingen er op die dag moesten worden genomen. We zoomen ook in op de achtergrond van de verdachte, Jawed S. En we spreken met de Amerikaanse ambassadeur, Pete Hoekstra.